Maar goed, in ieder geval, zo heeft Bayern toen de kolonie moeten overdragen aan Krijzen. Krijzen is toen degene geweest die terstond heeft gezegd, weg met die naam Willow Willem, het heeft vanaf vandaag Suriname. Hij heeft het tegenvoerd. Helaas, want zo is het nou eenmaal. Krijzen had ook zijn vlaggenschip, of de tweede oorlogsschip van hem, heette de Suriname. Ik denk dat het eerste oorlogsschip ter wereld met die naam. Nadat Bayern weg is, is nog één markant punt achtergebleven als herinnering aan hem. Dat is die landtong die aan het begin van de Suriname rivier is. Dat heette op de oude kaart, de zeethoek staan, dat heette Bayern's Point. En toen de zeeuwen overnamen, hebben ze het verbasterd tot Bayern's Point, Bayern's Point, Bayern's Point, Bayern's Point. Daar komt het vandaan. In Engelse bronnen wordt dat ook gezegd. Dat is Bayern's Point. Dus dat is een herinnering aan de eerste president van Suriname, wat kan stoelen op die land geheten. Oké, dat zijn leuke dingen die ik er tussendoor heb gezegd, maar de rest van het verhaal is niet leuk. Ja, wat er is gebeurd. Hij brok op een nasie, maar plunder en kolonie, toen kregen de zeeuwen. Maar goed, dan kreeg je hoofdstuk 3, de geoctrooieerde sociëteit van Suriname, 1683 tot 1795. Nou, je kan draaien of keren hoe je wil. Maar tot de dag van vandaag is dat eigenlijk de basis geweest van wat daarna is gebeurd. Ook de bekende namen, Mauritius, Frederici, Krommelin, al die namen, wat heeft van Sommelsdijk. Ja. Dus die octrooieerde sociëteit ging wel failliet in 1795. Dat is niet de eerste keer dat de kolonie hier failliet is gegaan. Zoals. En, maar goed, we komen er. Zeker weten. Het mooie hieruit is wel dat die van Sommelsdijk, dat hij zag ook dat driemanschap. Hè? De ene had het octrooi, die vergunning, dat was de West-Indische Compagnie. Dat, die ging later fungeren als vervoerder, niet alleen van handelsproducten, maar helaas ook van slaven. Ja? Die hier hard nodig waren, want die productie kwam op, vraag suiker niet. Ik heb ook afgevraagd waarom had suiker zo'n waarde. In dat werkboekje kunnen lezen, kijk, er wordt suggestie gedaan waarom. Suiker plotseling zo'n waarde, zaten ze plotseling zoveel suiker te eten in Europa, dat niet. Oké, die van Sommelsdijk was dan de beheerder, zou hij worden als tweede vernoot. En de geldschieter was de stad Amsterdam. Dus dat was het driemanschap van die geoctrooieerde sociëteit. De vervoerder, transporteur met het octrooi, met die vergunning. De geldschieter Amsterdam en de bestuurder, de familie van Sommelsdijk. Alle drie een derde aandeel. Amsterdam had het aandeel van Sommelsdijk voorgeschoten, want ze hadden iemand nodig die daar ging organiseren. En niet zomaar iemand. Sommelsdijk was iemand die uit het leger kwam. Hij was cavalerist, officier. Vandaar ook die ruzie. Nou, in ieder geval, van Sommelsdijk had probleem met iedereen. Met zijn ambtenaar, met zijn adviseurs, met de West-Indische, met die andere aandeelhouders, met Amsterdam en de West-Indische Comité, met de planters vooral, want hij luisterde niet naar ze. Dat was een arrogante drol, maar hij drijf. Hij staat uitgebreid, kreeg die Parmuru kreeg uitgegraven verder, ja, na die bocht bij Palmetuin, die kreeg rechtgetrokken achter de NVGB sportterrein door tot naar de kwarta achterop, en waardoor de hele boel afwaterde, waardoor die gebieden aan de andere kant van die kreeg uitgegeven konden worden als bouwkavel. Kosterstraat, Prins Hendrikstraat, Louise Laan, maar op. Maar goed, oké. Die ruzie met die rasphuisboeven ben ik ook achtergekomen. Dat heeft geleid tot de eerste militaire machtsovername in Suriname. Die 11 raspuisboeven noemden ze dat. Dat waren jongens die uit Nederland vergrepen hadden en hier werden ingezet. Nee, moeten die goed dieken. Ze hebben die rotsblokken gegooid. Moeten zetten bij de borstwering van het fort. Dus allerlei. Ze gaan zeggen, echt slavenwerk moesten ze doen. Want het was te duur om slaven te kopen. Dus van sommige dingen hebben we goedkoop oplossing bedacht. Maar deze jongens kregen dan minder ratsoen. Dan ging hun neutje soepje achteruit, weet je wel. Een oorlam. Ja, dan minder voedsel. En met de boeien raak toch, ze willen meer. En op een dag zijn ze verhaal van halen bij Van Sommelsdijk die op de doehandeling was met zijn commandant van het fort. Ja, hij was Soetama, Treuman, 30 kogels, schotwonden van voor tot achter.
En die commandant van het fort die met hem was, heeft geprobeerd om ze tegen te houden. Het was hun commandant. Dus we zeiden, ga je weg man! Schuif de opnieuw! Hij heeft ook een schotwond of een degensteek gehad in zijn buik. Die was ook uitgeteld. Dus Van Sommersdijk was dood. De commandant van het fort, de hoogste militair in den landen toen, was uitgeschakeld. Die is een paar dagen daarna overleden. Ze zijn toen het gouverneurspaleis gaan bestormen. Ze hebben de boel geplunderd. Natuurlijk, want ik alles op die dringen, want we hadden dorst of deur en honger. Het paleis geplunderd. Hebben daarna, of daarvoor zijn ze, zijn daarna gaan plunderen, hebben ze het fort ingenomen. En ze waren met zo'n 80 stuks en 11 daarvan waren die frontlinie, die stootgroep. Groep van 11. Maar goed. Ja, en ze hebben de kolonie dus in feite in handen gehad. Het fort heb je, de gouverneur is gevallen. De commandant van het fort is gevallen, de officieren die waren eruit gegooid, die woonden ook buiten het fort. En nu komt het mooie, de waarnemend gouverneur, Verbeek heet hij volgens mij, die is toen gaan onderhandelen met ze. Nou, ik ga even met die onderhandelen. Ze zal de verstand brengen, ze van doel van ze en zo. Hij gaat dan de makkeraar, ze hebben hem ook gevangen gezet. Geen respect voor de onderhandelaar, dus ze hadden die kolonie in handen. Verbeek is weten te ontsnappen. En heeft toen een stel burgers georganiseerd die met wapens konden omgaan en me omsingelen voor. Je mag dat verhaal verder aflezen in dat werkboekje. Dat gaan jullie vertellen, dat gaan jullie niet lezen. Ja, het is zo mooi. Maar het is niet best met ze afgelopen. Helemaal niet goed. En het mooie is, nadat het voorbij was, een typische traditie die nog steeds bestaat. Men heeft een dankdienst gehouden, een vasten en dankdienst. Ja, dus de religie was het ja, nog steeds, gelukkig maar misschien. Oké. Daarna kreeg je na Sommersdijk en Cocteau de Sociëteit, gaat kolonie hier naar weer, Engeland wil terug, daar dus tussen bestuur Engelsen. In 1815 komt Nederland, nadat dus de Franse heerschappij omver was, Napoleon, de Bataafse Republiek werd opzij gezet, Nederlands koningshuis werd terug, koning Willem de Eerste kreeg de macht in handen en Suriname komt nu in bezit van de kroon. Niet meer van een orgaan, envy, optreden, sociëteit, het wordt nu bezit van de troon van de koning Willem I. Ja? En dan beginnen, en dat is misschien minder interessant voor mensen met dingen, maar daar zie je dan dat de verschillende regeringsreglementen worden uitgevaardigd. Dus staatsregelingen voor Suriname. De een nog kolonialer dan de ander. Die vrijheid die de planters hadden ten tijde van Willow Willem was weg. De gouverneur was de autocraat, de alleenheerser, de dictator. En dat bleef hij. Ja? En dat werd, macht werd steeds groter. Totdat in 1865, dus 2 jaar na dus het afschaffen van het lijfeigenschap. Anders hebben we slavernij, is niet maar goed. Na het afschaffen van het lijfeigenschap in 1863, is in 1865 de 5e staatsregeling ingevoerd vanuit Nederland en daarin werden de koloniale staten officieel uitgevaardigd, geproclameerd of geregeld. Een deel werd benoemd, een deel werd gekozen, wel met censuskiesrecht. Het was dus echt geen democratisch ding, maar het was een begin. En meneer Sigmund Werners heeft in zijn boekje daarover geschreven, ja, het was nog geen democratisch iets. Maar het was een pril begin van democratie dat vele landen toen nog niet eens hadden. Dus op dat punt hadden we al iets dat andere landen niet hadden. Een pril begin van een soort dat ging leiden naar de parlementaire democratie dat in 1949 algemeen kiesrecht. Maar als je dit begin niet had, had je dat ook niet kunnen hebben zomaar. Die traditie was er al, van stemmen, verkiezen, tegen de gouverneur in opstand komen, de begroting afkeuren, ja, noem maar op, of niet. Dus, we moeten daar dus, je kan zeggen van ja, die hele koloniale staten, dat is een koloniaal ding, ja, het is niet democratisch, smaga konden in de BDB, zo'n elite man, ja, hadden recht van stemmen, ja, oké, dat is waar. Maar het is een begin geweest en veel van de tradities toen, want het heeft geduurd vanaf 1865 hebben de koloniale staten tot 1947, nog even lang. Dus vooral na de 20er, 30er jaren hebben ze, ik heb een foto nog kunnen plukken uit het net, waarbij je een verkiezing ziet voor de koloniale staten in 1920. Sta je daar, je kent die foto wel, een fort T, ja, van
dokter Schuitenmaker, dat was dokter toen, staat hij bovenop die forte met een groot plakkaat, stemt dokter Schuitenmaker. En voor die forte staan er jongelui, jongens waarvan je duidelijk ziet, dat zijn nazaten van de geëmancipeerden. Dus die jongens kregen toen al voeling en konden meedoen en proeven hoe dat politieke spel in elkaar zat. En veel van die dingen die men toen heeft zien gebeuren onder de elitesmacht, zijn later bij het algemeen kiesrecht toen doorgecijpeld naar de partijen waar deze mensen toen, als kiezers nu, ja, meededen. En is diezelfde traditie, voor de verkiezingen wordt snel een partij opgericht. We hebben toen ook gedaan met die kiesverenigingen. Ja, er werden alleen maar de voorzitter van de kandidaat werd geïtaleerd, maar programma en gedegen ding. Was niet zwang. Ja, die dingen zijn gebleven, helaas.